BN De Stem in Breda, daar schreef je. En toen ben je bij de radio terechtgekomen, bij de TROS. Wat vond je zo leuk aan radio maken? Ja, het was natuurlijk een beetje het eergevoel wat mij bij de radio bracht. Logische stap van de krant naar de radio. Dus ik wist nog niet goed wat radio maken was. Hoewel ik als correspondent wel al veel onderwerpen vanuit het veld had gemaakt. Kijk, het leuke van radio is, en dat zie je hier ook weer, Carolien, we zitten hier met z'n drieën in een totaal lege bouw. Ja. In een sfeervolle uitzending. En we maken met z'n drieën een radio-uitzending. Of die goed is of niet goed is, dat bepalen de luisteraars. Maar je hebt er eigenlijk verder niemand voor nodig. Dus het is een heel intiem gebeuren wat je met een kleine groep goed op elkaar aangewezen mensen kunt uitvoeren. En dat heb ik altijd het leuke van radio gevonden. De intimiteit en de directheid. Ja, en toch op een gegeven moment de overstap naar televisie gemaakt. Wat vond je daar het leukste aan? Want daar snap ik wel, daar mis je natuurlijk die intimiteit. Nou ja, ik vond televisie helemaal niet leuk. Oh. Ik was parlementair verslaggever. Daardoor viel ik op, kennelijk, bij Ad Langebent, die de hoofdredacteur was van Brandpunt. En die vroeg mij op een gegeven moment of ik voor Brandpunt wilde komen werken. Nou ja, dat was een gerenommeerde rubriek in die tijd. En zeg daar maar eens nee tegen. Dus dat was ook weer een soort eergevoel dat ik dacht, ik zet die stap. Ik heb 5 jaar radio gedaan. Ik heb bewezen dat ik dat kan. Laat ik nou televisie maar proberen. Maar daar heb ik een jaar lang ontzettend veel spijt van gehad. Juist vanwege het spiegelbeeld van wat ik net schetste. Televisie is log en was in die tijd nog veel logger dan nu. Je had er veel mensen voor nodig. Je moest met grote teams werken. Niet altijd waren alle mensen in die teams even gemotiveerd als jij. Er konden veel dingen. Het was een log apparaat en met veel grotere ego's dan bij radio. Dus je moest je ook nog een positie bevechten. Ja. Dus dat had een heleboel kenmerken. Die eigenlijk bij jou niet zo heel goed paste. Nee, die niet zo goed paste. En wat er mij doorheen geholpen heeft, is het uitgangspunt dat ik vind dat je, als je tot de conclusie komt dat iets niet leuk is, dat je wel dat vak een jaar beoefend moet hebben en dat je bewezen moet hebben dat je het kunt. Want anders is het gemakkelijk om te zeggen, ja, je bent ermee gestopt omdat je het gewoon niet kunt. Dus ik dacht, ik bewijs eerst dat ik het kan en dan ga ik weg. Maar ja, dat duurde 28 jaar. Ja, dat duurde 28 jaar, want ik begon het natuurlijk wel leuk te vinden. Ja, natuurlijk. Jacques Brel, Le Plapé. Waarom wilde je die graag horen? Ik ben een groot fan van Jacques Brel.